De 71-jarige Hedwig Kajavai heeft vandaag het leven gelaten bij een aanrijding aan de Zinjastraat. Hiermee werden 4e verkeersdoden voor het jaar genoteerd. De fietser werd dodelijk aangereden door een NOA-busje die bestuurd werd door een militair. De autobestuurder, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Bij een blaastest blies hij 550 microgram per liter uitgeademde alcohollucht. Het toegestane alcoholpercentage is 220 microgram. De bestuurder reed vanuit de Gouden Regenstraat richting Kaviludistraat. Ter hoogte van het Diaconessenhuis is de fietser, die vanuit de tegenovergestelde richting aankwam, bij een inhaalmanoeuvre geschept. Het voertuig sleepte de fietser mee, raakte een elektrische mast die in tweeën brak en kwam tientallen meters verder tot stilstand. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De omgeving was een hele poos verstoken van elektriciteit. Het onderzoek in deze aanrijding is overgedragen aan de militaire politie.